Hazel Engelen, we zijn hier vandaag in het Lottopark op Anderlecht. Jullie speelden met White Star Wolle, hier vandaag de derby. Wat is er gebeurd? We hebben hier 3 punten gepakt. Dat is een mooie samenvatting, denk ik, van de match. We hebben voor elkaar gevochten. We hebben hard gewerkt, 90 minuten lang. En ja, dat is een mooie conclusie. Ja, het is onwaarschijnlijk. Hè? Jij hebt daar ook een groot aandeel in. Je pakt een paar belangrijke ballen, denk ik. Van Tine Dekenie onder andere. Van dichtbij daar die bal. Ja, iedereen probeert zijn best te doen. En als dat lukt, is dat natuurlijk leuk. En ik ben zeker fier op mijn match, maar ik ben fier op iedereen zijn match. Dus we hebben echt als team goed gepresteerd vandaag. Ja, want dit was totaal onverwacht en niemand had daar rekening mee gehouden. Anderlecht had nog het maximum. Iedereen dacht van dit gaat verder, maar jullie stoppen dit. Ja, we komen hier natuurlijk met de bedoeling om te winnen of om een punt te pakken. We gaan nooit naar hier komen met de gedachte dat het al verloren is. En ja, we hebben dat vandaag getoond. En voor jou, voor jezelf, je hebt een schitterend seizoen al gekiept. Vandaag nog eens extra. Ja, dat is natuurlijk fijn, maar het seizoen is nog niet gedaan en de play-offs komen nog. Dus we moeten alles geven terug maandag en ons best doen om er het beste uit te halen. Oké, dikke proficiat. Dankjewel.